Dames en heren, goedenavond. Dit is Eén Vandaag. We moeten ze ontmantelen, we moeten ze stoppen, omdat ze een gevaar zijn voor onze samenleving, maar ook voor onze kinderen. PvdA-Kamerlid Marcouch is fel tegen de komst van een salafistische school in Rotterdam. België houdt rekening met terroristische aanslagen en is nog steeds in opperste staat van paraatheid. En in de nieuwstrend aandacht voor het eerste dodelijke ongeluk met een zelfrijdende auto. Een omstreden salafistische organisatie gaat in Rotterdam een islamitische school opzetten. Zo maakte NRC vanmorgen bekend. Achter de koop van het gebouw blijkt de voorzitter van de streng islamitische Al-Wakf Stichting in Eindhoven te zitten. Die haalde vorig jaar buitenlandse haatpredikers naar ons land. De realiteit in Rotterdam-Zuid. Een kraan sloopt een kerk. En even verderop in hetzelfde Rotterdam-Zuid opent een omstreden salafistenschool haar deuren. Daar komt, naar wij begrepen hebben, een Koranschool, een islamitische onderwijsinstelling, gerund door een ultra-orthodoxe salafistische organisatie. Vindt u ervan? Ik vind dat absoluut onmenselijk. En we zullen ook alles doen om te zorgen dat de deur voor dit soort ontwikkelingen dicht gaat in Rotterdam. PvdA-Kamerlid Marcouch is moslim. Hij zegt dat Nederland naïef omgaat met het salafisme. Het is de ideologie van ISIS. Dus als je kijkt naar ISIS, dan is de ideologie van ISIS salafisme. En dit extreme gedachtegoed zou men over willen brengen op de leerlingen, denkt Marcouch. We moeten ze ontmantelen, we moeten ze stoppen, omdat ze een gevaar zijn voor onze samenleving, maar ook voor onze kinderen. En die kinderen hebben onze bescherming nodig. Het gaat om een voormalig ROC-schoolgebouw van 7000 vierkante meter. Een groot pand, oud en slecht onderhouden. Met boeddha-beeldjes voor het raam, maar dat zal spoedig veranderen. Het gebouw is 3 weken geleden aangekocht voor 1,7 miljoen euro. Dat geld komt vermoedelijk uit Saoedi-Arabië. We hebben geconstateerd dat er een schimmige financiële constructie achter de aankoop van het pand zit. Er wordt gesproken over financiering vanuit Saoedi-Arabië. Dat is nou juist hetgene wat we met z'n allen niet willen. Het oude schoolgebouw is gekocht door deze man, de Egyptische Nederlander Nasser El Damanouri. Wij moeten alles goed doen en een positieve rol spelen in de maatschappij waar wij erin zijn. Hij is voorzitter van de streng islamitische stichting Al-Wakf in Eindhoven. Deze organisatie kwam vorig jaar in opspraak omdat ze buitenlandse haatpredikers naar Nederland haalt die dit soort taal uitslaan. We weten dat de organisatie achter de school banden heeft met jihadstrijders. Predikers uitnodigt die de gewelddadige jihad verheerlijken. Dat is exact de reden waarom wij zeggen nee, dit willen wij niet. PvdA-Kamerlid Marcouch wil de Rotterdamse salafistenschool verbieden. We hebben jurisprudentie, want niet zo lang geleden hebben we bijvoorbeeld de pedofiele vereniging Martijn ook kunnen verbieden. Want uiteindelijk gaat de rechter daarover. Het Openbaar Ministerie zou ook deze zaak voor de rechter moeten brengen, zegt Marcouch. Op het moment dat je het hebt over de vrijheid van vereniging, dan is die natuurlijk niet onbegrensd. Die vrijheid houdt op het moment dat zo'n vereniging of stichting, zo'n organisatie, een streven heeft dat in strijd is met de wet. Minister Asscher denkt dat het niet zo'n vaart zal lopen. Het is geen school, het is een schoolgebouw. Dat je een schoolgebouw koopt, geeft je niet het recht er ook een school te beginnen. Daar gelden strenge eisen en toetsen voor. Het is nog maar de vraag of deze eisen ook voor de salafistenschool zullen gelden. Want de school gaat waarschijnlijk geen regulier onderwijs geven, maar deeltijdcursussen. En daar heeft de onderwijsinspectie geen grip op. De gemeente Rotterdam laat weten met de stichting Al-Wakf in gesprek te gaan over hun exacte plannen. Nu in de studio Leo Kwart, Arabist. Ja, meneer Arabist, hoor ik het Marcouch zeggen. Vormt zo'n salafistische school nou inderdaad een gevaar? Het kan wel. Kijk, het gedachtegoed is niet echt vrolijk. Het is niet echt gefocust op integratie in de Nederlandse samenleving. Mm-hmm. Het predikt vaak afkeer van andere groepen. Van homo's, maar ook van moslims die niet geloven wat salafisten geloven. Dus wat dat betreft is het een vervelend iets, maar niet direct gevaarlijk. Okay. Het kan wel, maar in eerste instantie niet. Nou wordt de aankoop van dit voormalige ROC-gebouw gefinancierd door een stichting uit Eindhoven, Al-Wakf. Ja. Wat is dat voor club? Kent u ze? Ja, Al-Wakf is een filiaal van Al-Wakf al-Islami. Dat is een charitatieve instelling in Saoedi-Arabië. Mm-hmm. Je hebt een aantal charitatieve instellingen in Saoedi-Arabië en die hebben heel veel geld en die sponsoren allerlei projecten en instellingen overal ter wereld en ook in Europa en ook in Nederland.
Ze hebben geen goede naam, omdat ze toch vaak worden geassocieerd met een sponsor van terroristische groepen of groepen die daar tegenaan zitten. Dat geldt allemaal uit salafistische hoek van extremistische mensen, moeten we het zo zien? Nee, helemaal niet. Kijk, die caritatieve instellingen die krijgen hun geld vaak van zakaat. Van de belasting die wordt geheven in Saoedi-Arabië zelf. Elke gelovige, elke inwoner van Saoedi-Arabië betaalt dergelijke belasting. Die komt in dergelijke caritatieve instellingen. En vervolgens wordt het verdeeld over de wereld. Er zijn ook hele goede projecten bij, bouwen van wegen, bouwen van scholen. Maar ook dit soort projecten. Ja, precies. Nou, zegt Marcouch, horen we net in de reportage, die zegt dit moet je meteen verbieden. Zo'n salafistische school moet er nooit komen. Ja. Wat vindt u? Ik denk dat het geen goed idee is, omdat zolang je ze in de openheid hebt in een gebouw met stichtingen en financiële stromen die je kunt onderzoeken en uitpluizen, heb je in ieder geval nog enige zicht op wat er gebeurt. Op het moment dat je dit soort scholen gaat verbieden, daarmee verbied je in feite ook het gedachtegoed. Maar je kunt geen ideeën uit mensens uit de hoofden van mensen halen. En dat betekent dat het dan de illegaliteit ingaat. Ja. En dan heb je helemaal geen zicht meer erop. Dan gaat het ondergronds. Absoluut. Dank u wel. Leo Kort, Arabist.